Goedendag, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaatsen.nl. We beginnen vandaag met de temperatuurkaart van vanochtend van Europa. En dat doe ik omdat het op sommige plaatsen al zeer koud was. Dat geldt met name voor het Alpengebied. Daar viel een pak sneeuw. In Tirol op sommige plaatsen zelfs uh, meer dan 1 meter. Ik heb zelfs enkele meldingen gezien van 1,50 meter. pak verse sneeuw en niet alleen op 3 kilometer hoogte, maar soms zelfs tot op 700 meter hoogte, dat er wat sneeuw viel. Daar is het echt winter. Echt winter is het ook in het oosten en noordoosten van Europa. Trek even gewoon de witte lijn. In het blauwe gebied, daar vroor het vanochtend. En in het noordoosten van Finland en noordwesten van Rusland, daar was het zelfs min 20 graden. Zeer lage temperaturen. En als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het overdag natuurlijk even wat opwarmt. En dan krijgen we de komende nacht, en dan zien we het kwik duidelijk weer dalen, wordt opnieuw een koude nacht met temperaturen die in het noordoosten van Europa echt weer heel laag worden. Vooral in het noorden van Rusland zijn minimaal van rond de min 20 graden mogelijk. We zien de kou ook langzaam afzakken richting de Oekraïne en Roemenië. En vrijdagavond, dan begint het ook steeds meer plaatsen in de Balkanlanden koud te worden. In de bergen in Griekenland kan zelfs ook wat sneeuw gaan vallen. Evenals in het zuiden van Bulgarije en ook in het noorden van Roemenië verwachten we sneeuw. We zijn inmiddels bij zaterdagavond aangekomen en dan zien we dat de kou zich over een groot deel van Oost-Europa heeft uitgebreid en zelfs tot in het Zuidoosten van Europa. En ook in de Alpen is het nog steeds koud. Maar Scandinavië is juist wat opgewarmd. Goed, bij ons geen aanvoer van koude lucht. We hebben te maken met een zuiden- tot zuidwestenwind en die voert relatief zachte lucht aan. Ook hele vochtige lucht, daar bevindt zich veel bewolking in en uit die bewolking valt soms een druppeltje regen of motregen. Hoeveelheden zijn vrij klein. Vanavond is het 11 graden, komende nacht daalt het kwik naar 8 tot 12 graden. En daarbij zijn er enkele opklaringen, maar vooral in het westen onder het wolkendek valt nog een enkel druppeltje regen. Ook morgen overdag veel bewolking, af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt zeker geen verregende dag, maar helemaal droog blijft het ook niet. En als je de zon wilt zien, dan moet je echt geluk hebben. 13 tot 15 graden, ondanks dit uh, toch wel vrij sombere weerbeeld. Als het zonnig was geweest, was het zelfs 18 à 20 graden geworden. En dat geeft maar eens aan in wat voor zachte lucht we zitten. 3 tot 5 de wind, en die komt ook morgen uit een zuidelijke richting. Vrijdagavond, morgenavond dus en in de nacht naar zaterdag gaat het regenen. Harder regenen. Dat regengebied ligt zaterdagochtend nog boven het oosten van het land, maar trekt wel gelijk naar Duitsland weg. Vanuit het westen breekt de zon door en dan wordt het allemaal wat vriendelijker buiten. Geregeld zon, zaterdagmiddag, op de meeste plaatsen droog en 14 à 15 graden. Zondag ook een zonnige periode en droog weer, en ook dan weer 14 à 15 graden, en ook maandag lijkt het grotendeels droog te blijven, dan plaatselijk 16 graden. Aan zee begint de wind al wel toe te nemen, je haalt dan windkracht 6. En kijken we naar de wat langere termijn, dan zien we het vanaf dinsdag weer wisselvalliger geworden, maar de temperatuur die verandert nauwelijks. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.